ze maakt hem als ze met die linkerarm in de nek van Marinde komt. Dan stapt ze naar voren en haakt ze met de linkerbeen. Okay. Draait weer in. Ze staan buiten de mat. Ze moet opnieuw. Buiten de mat stappen door de kerk. En dat betekent een strafje achter haar naam. En die wordt nu weer weggelopen. Ik vond hem ook redelijk onzinnig deze straf. Ja, maar dan moeten ze het wel doen. Beide scheidsrechters halen hem ook weg. Dus ja, dat is goed. Nu is hij weer. Ah, Tille. Geen straffen dus, geen scores. Laatste minuut is ingegaan. Goed doordraaien. Krijgt de Engelse niet op haar zij. Dat zou Yuko betekenen. Maar ze zet wel goed in.